Yo gasten van Dus David Games, mijn naam is Ronald, mijn Twitter staat nu in beeld. Hey. En vandaag speel ik met jullie een spel genaamd Grandpa's Crazy Naked Anita X-Ray. Ik weet niet wat ik ga verwachten jongens, doe even een duimpje omhoog en we gaan meteen beginnen. Zullen we het uncensored doen? Ik denk censored jongens, want je weet maar nooit met YouTube. YouTube kon soms echt een scumbag zijn, maar ja, we beginnen natuurlijk met level 1. What the fuck is dit? Oh, what the fuck? Oh, wacht, dit moet je waarschijnlijk erop houden. Oké. En... yeah! We deden het, jongens, we deden het. Maar jullie gaan de komende tijd alleen maar zulke games van mij verwachten. Een beetje de troll games die altijd bij mij passen. Hey, oh, fucking open. Ja. Goed zo. Hey! Oh, fuck, niet doodgaan. Kom op, opa. We weten dat je het kan. We weten dat jij niet van X-rays houdt of van broeken. Maar je houdt maar deze keer een broek aan. Oké, daar gaan we. Oh shit. Oh nee, oké. Dit gaat niet goed. Hij nakt mijn hart. Hij gaat bijna dood. Nee. Please, opa. Blijf heel. Applausje voor opa. Oh nee. Wat doe je, opa? Je bent bijna dood. Je gaat de verkeerde kant op. Je bent veranderd, opa. Je denkt alleen maar nog aan jezelf. En nu ben je dood. Eigen schuld. Nu lukt het je niet, opa. Ze maken het wel heel, heel erg moeilijk voor me. Pam, 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 pam. Zie je opa gaan? Opa. Hij heeft een broek aan. Maar hij houdt niet zo erg van broek. Zag ik wel in de uncensored versie, dus... maar we halen het wel. Oké, dan ga je, opa. Wow. Opa. Wat doe je nou, opa? Jij... rest in peace, fuck you, je denkt alleen aan jezelf. We brengen je nu naar het ziekenhuis, maar werk eventjes mee en ga niet zomaar teleporteren, oké? Daar maak je oma heel, heel bang mee. En je bent helemaal veranderd, je bent gewoon gestoord geworden. Kom op, bijna, we hebben al het vertrouwen in je. Oh, fuck you opa, fuck you. Oh, wij als je nu terugging, hè? Oh, dan werd ik zo boos. Oh nee, oké. Hij is bijna dood, maar we halen het gewoon. We halen het netjes, omdat we pro zijn. En opa. Is bijna bij het ziekenhuis, hopelijk. Oh, what the fuck? Oh, shit. Opa, je maakt het veel te moeilijk voor me. Klootzak. Laat trouwens in de reacties achter als jij een goede naam voor opa weet. Ik ben heel benieuwd. Noem jullie hem gekke Henkie of zo? Oh, shit. Opa, wat doe je? Fuck you, opa. Ja, goed zo, opa. Applaus voor opa. Ik weet niet wat je probleem is, waarom je zulke rare het fratsen uithaalt. Maar het loopt echt uit de hand en ik snap waarom oma met je wilt scheiden. Ja, inderdaad. Oma wil met je scheiden. En go, pak die sleutel. Goed zo. En je gaat hier nu naar beneden. En hier ga je teleporteren. Ik zeg even, het is echt een moeilijke game hoor. Het is echt zwaar moeilijk. Wil je het zelf ook spelen? Kijk dan de beschrijving beneden. Zeker doen. Want hij is best wel grappig. Opa, we hebben al het vertrouwen in je. Maar doe even rustig aan. Het loopt echt uit de hand. Nu zit je ook nog aan de fucking pillen. Dat kan ik toch niet bijhouden. Lul. Kan ik toch niet bijhouden? Oh, hij heeft nu koekjes. Goed zo. Oh nee, hoe kan ik dit bijhouden? Oké, opa. Het loopt uit de hand. Het loopt serieus uit de hand. Het is gewoon niet meer leuk. Onacceptabel zelfs. Ophouden nu, oké? Gewoon ophouden. Oh, als een baas haal je het. Opa, je moet nog 4 levels doorstaan. Kom op. Hoe de fuck wil je dat halen, opa? Je moet echt kappen aan die fucking drugs. Het loopt echt uit de hand. Het is gewoon niet meer leuk. Ik ga het gewoon tegen oma zeggen. En dan gaat ze meteen met je scheiden. Ja hoor, en we hebben het gehaald. Yeah! Opa, rustig aan doen. Wat zei ik nou, opa? Doe rustig aan. Niet aan de pillen zitten. Daar wordt niemand blij mee. Opa, please. Nee. Ik snap waarom mensen moe van je worden. Ik snap dat je uit het tehuis bent gekikt. Je bent gek geworden. Ik was een bijna, motherfuckers. Oh, sorry. Ik zal aardig zijn. Jij vieze, gekke Henkie. Ja, opa. Zo word je ook wel genoemd hier in het tehuis. Hé. Bijna klaar. We hebben bijna uitgespeeld. Denk ik. Opa, ik geef het straks gewoon op. En dan laat ik jou lekker sterven in je eigen... ecstasy problemen, want ik raak er gek van. Mensen worden gewoon spontaan boos op je. Het is genoeg geweest. Het is gewoon genoeg geweest. Ja, kom op, opa. Opa, kom op. Ja, goed zo, opa. Opa, wat doe je? Opa, wat doe je? Oh shit, opa, wat doe je allemaal? Wat de fuck ging jij nou weer langs dan? Oké. Opa, het loopt echt uit de hand. Jouw drugsprobleem. Ik geef het straks gewoon op. En denk zo van, fuck you, opa. Ik kom niet meer langs om met jou te praten over voetbal of zo. Nee, dan denk ik zo van, fuck you.
Ik ga wel met oma chillen. Een beetje jointjes roken en zo. Ik geef het zo op. Nog één keer, opa. Als je het nu niet haalt, dan geef ik het op als kleinzoon bij je. En dan zeg ik het tegen oma en die gaat dan scheiden met je. Laatste kans. Laatste kans. Goed zo. Je hebt uitgespeeld, opa. Je hebt uitgespeeld. We hebben het uitgespeeld. Oké, goed zo, opa. Goed zo. Maar ik ga het toch wel zeggen, want je bent helemaal gek geworden. Je zit aan de drugs. Je bent gek, je bent altijd naakt. Je had deze keer een broek aan, maar je bent daarnaast altijd naakt. Mensen, bedankt voor het kijken. Laat in de reacties achter hoe deze opa moest heten. Doe een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op het gamepartij. En op de Staat Games. Halen we de 1000 likes, laten we proberen. Zeg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!